een kind heeft op die leeftijd eigenlijk maar een rijkwijde van 10 meter om zich heen wat hij kan overzien. Dus hoe groter hij het veld maakt, hoe meer dat hij verdwaalt zeg maar, in die grote ruimte en hoe minder dat hij aan de bal komt. Dus het aantal balcontacten neemt enorm toe met deze afmeting en hij kan zich niet aan het spel onttrekken. Hij zal continu mee moeten doen in het aanvallen verdedigen. Het plezier gaat erop vooruit en hopelijk voor het Nederlands voetbal staan er wat talentjes op. Ja, dat hoop ik ja. En ik hoop ook dat ze bij Bommoors te vinden zijn. Maar goed, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar ik denk dat het goed is als je kijkt naar met name de overstap van de E-jeugd naar de D-jeugd. Dan gaan ze van een halfveld nu naar een grootveld. Ga je van 7 mensen op een halfveld met maar 4 mensen meer naar een heel veld. Zie je dat het een enorme overgang is. En als ik dan kijk hier naast mij, dan zie je dat de jongens op een halfveld 8-8 voetballen. Dan denk ik dat het een goede ontwikkeling is. Dat is wel leuk om te doen. En ja, je krijgt heel vaak de bal en zo. Maar het is wel soms een beetje klein veld. Ja, dat is even winnen denk ik, ja. Of niet? Ik speel denk ik liever grootveld als je eerstejaars D gaat, maar dit is ook wel leuk. Er was heel veel druk op de bal en het ging heel goed. Laten we hopen dat we heel snel in deze periode aansluiten en dat we eerst eens in de pool worden zal moeilijk worden denk ik met Frankrijk. Maar die tweede plek moeten we zien te halen en dan aansluiten bij de EK's en de WK's. En vandaar zal onze jeugdige selectie op dit moment ervaring moeten opdoen en dan hopen we snel die aansluiting weer te kunnen maken.